Michel, hoe is het om weer te beginnen op de baan? Ja, even wennen. Nog niet zo heel vaak geschiedenis naar het ijsseizoen. Maar ja, leuk om weer hier te staan. Hoe was de overstap? Nou, weet je, we maken de overstap al 15 jaar ongeveer. Dus op zich valt het wel mee met die overstap. Alleen de kleine details zoals de bochten, dan is het alweer even wennen met het ijs. Maar op zich valt het wel mee. Hoe ga je dit skielenseizoen eigenlijk in? Een beetje hetzelfde als vorig jaar. Vorig jaar heb ik een paar baanwedstrijden gereden, het NK gereden en toen het EK. En dit jaar ben ik dat weer van plan. Dus we gaan gewoon met de schaatsploeg meetrainen. En daarnaast een paar centrale trainingen van het skileren, van de selectie. En dan toewerken naar het EK, dat is het hoofddoel. Is de inline nu op een tweede plek gekomen? Ja, wel een beetje. Kijk, het WK kan ik ook naartoe aan het eind van dit jaar. Alleen dat is zo laat. Kijk, het enkele afstand is alweer vroeg. En ja, dan moet je toch keuzes maken. Want ja, als je gewoon goed wil zijn eind november al op het enkele afstanden, dan kun je niet naar het WK. Want die is dit jaar zelfs pas in oktober. Dus ja, dat wil niet. Het is trouwens eind oktober al het enkele afstanden. Hey, en wat zijn je doelen voor dit jaar wat betreft het inlijnen? Nou, vorig jaar ben ik tweede geworden op de EK op de weg. Dus ja, er is eigenlijk maar één ding wat dit jaar telt. En dat is Europees kampioen worden. En ja, daar gaan we voor. We hebben een goede winter gehad, een stuk sterker weer geworden. Dus ja, ik heb er wel zin in. Wie zijn daarbij je grootste concurrenten? Ja, ik vrees dat mijn eigenlijk tweelingbroer een grote concurrent is dit jaar. En ja, uit andere landen zijn er echt genoeg concurrenten. Er zijn er altijd wel een paar. En er is zeg maar een groepje van 8 en 10 of 10 rijders op de EK die het allemaal kunnen. En ja, daar zitten we nu bij. Dus ja, we gaan ervoor.